Goedemorgen. Het is 10:55. Ik sta in Utrecht. Ik ben met al deze mensen aan het wachten op de bus naar Spanje. Met Sabadella ga ik 2 weken zitten. Ik dacht even dat ik mijn zonnebrand had gegeten, maar nu heb ik mee. Zonnebrandcrème. Ik heb mijn spullen. Ja. Daar. Mijn fiets. En Furwell, maar die gaat niet mee. Ik geloof dat hij daar komt. De bus. Zo, ik ben in de tent, Spanje. Haro. Ik ben wel, ik moet eerlijk zeggen, een beetje gesloten van de busreis. Ik vind het een beetje zwaar. Toch 20 uur in een bus. Bij mij gaat het allemaal een beetje vastzitten. Dus ik heb al de hele dag eigenlijk wel pijn. Maar gelukkig kunnen we een beetje relaxen vandaag. Ik heb een beetje gezwommen. Dus hier een enorm zwembad. Dus dat was wel heerlijk. Ik kijk uit naar het fiets. Ik heb bijna 10 uur geslapen, dus kan ik zo een beetje voor de dag komen? Nou. Tentenkamp van Sabadell. Eerste lijn tent. Maar we eten wel elke keer. Het ruikt echt zo lekker. Niet kijken, jongens. Maar ik ben op goed naar het tent. Ik ben tevreden met wat ik heb. Maar ik heb mijn mond. Toch? Bueno. Mijn Spaans moet nog een beetje naar boven komen. Genieten. Dit is toch echt genieten. En daar wijngaarden. Super. In Santo Domingo, echt Belgium stadje. Er zit achter mij iemand te relaxen na een lange dag wandelen. Wat dat betreft heb ik met mijn 42 kilometer niet heel veel gedaan. Ja, brengt echt een goede herinnering boven, want ik ben zelf een keertje mijn vriend naar Santiago de Compostela gefietst van Nederland. Dat hele sfeertje, dat is wel heel bijzonder. Nu is super zonnig, dus ik dacht ik ga nu nog even het stadje bekijken. Dan naar de camping. Ik geloof dat ik de laatste ben. Daar ben ik trots op. Ons plaatje, hoe heet het ook weer, Santo Domingo. Bezoek daar vooral de kerk, niet vergeten de kerk. En in die kerk, heel bijzonder, is een kip en een haan. Daar zit gewoon een kipkooi in. En het is niet groot, hij is zo die maat. En waarom zit daar nou een kip en een haan in? Want je zegt, ja, wat doen die daar in de kerk? Maar dat heeft te maken met een heel oud verhaal van een Duits echtpaar. Die was met hun zoon waar ze naar Santiago de Compostela aan het lopen. De dochter van de hoteleigenaar, die was stiekem toch nog wel een beetje verliefd geworden op die zoon. Binnen 1 dag. Ja, dat is ja, maar dat heb je met sterke verhalen. Ja, maar dat. Want ze wilden ook met die jongen gelijk al avances maken. Maar die jongen die vond dat toch ook zelf wel een beetje te snel. Dus ja, je voelt hem al aankomen. Ze was eigenlijk pist of boos. Hij werd ervan beschuldigd inderdaad van diefstal. Uiteindelijk heeft dat zo ver geleid dat hij werd opgehangen aan de galg. Toen zijn die ouders, ja je snapt wel, dat hoef ik je niet uit te leggen, maar helemaal ontdaan naar Santiago de Compostela verder gelopen. Maar die zijn natuurlijk dezelfde route weer teruggegaan, want ze gingen weer terug naar Duitsland.
komen ze dus weer aan in, hoort het ook weer? Santo Domingo. Die jongen hangt nog gewoon aan de galg. Wat blijkt nou? Die zoon blijkt nog te leven. Het is ook een wonder. Nou, maar die ouders dus op hoge poten natuurlijk naar die rechter terug. Van ja jongens, onze zoon die leeft nog. Dus die geloofden dus dan dat hele verhaal van die ouders helemaal niks. Maar die zeggen, ja die hangt daar al maanden. Die is net zo dood als die kip en die haan die ik hier aan mijn spit heb hangen. En nu aan het braden zijn. Op dat moment, en daar gebeurt het wonder, die kip en die haan, die springen van die spit af, krijgen weer veren en lopen gewoon weg alsof er niks aan de hand is. Die rechter die had dat wonder natuurlijk meteen begrepen. Die had dat wonder meteen begrepen. En die zegt, nemen jullie je zoon maar mee. En die is gewoon helemaal gezond, alsof er niks aan de hand is, teruggegaan mee naar Duitsland. Nou, dat is het verhaal van de kerk van, hoe heet het ook weer? Santo Domingo. Toch bizar. En verder vlogen net ook twee gigantische gieren voorbij. Ja, ik zie ze nu niet meer, maar wauw. Als je hier woont, man, dan wonen hier ook mensen serieus. En hier in de bomen vijgen. En het is heel stil. Op wat muziek na en honden. Het is warm, eindelijk. Het is echt een paar dagen heel koud hier geweest in La Rioja, maar nu straalt de zon en nog wel een windje, dus het is eigenlijk heerlijk. En vandaag een route van zo'n 58 kilometer, als ik goed rijd, moet lukken. En het is de hele tijd licht klimmen. Maar nu is het vals plat, zoiets. Daar ligt het dorpje. Schattig, hè? Plaatje en zo. De kinderen worden echt wakker om 10, 11 uur en zo. I'll sing out my heart for you. Nou weet ik niet meer wat ik zeggen moet.